Ja, en bij me is DJ Rossa, maar stel jezelf even voor, waar kennen we je van? Hoi, mijn naam is Rieteke van Bladel, ook wel bekend onder de naam DJ Rossa. Waar kennen jullie me van? Ik woon in Amsterdam. Ik draai ook heel veel in Amsterdam, eigenlijk best wel al lang ook. Sinds 1998 ben ik begonnen. Toen ben ik eigenlijk geïnspireerd geraakt door Van Diepes Dance Department van Radio 538, waar allemaal DJ's draaiden op de zaterdagavond onder andere. En toen studeerde ik nog en woon ik in Breda. En toen kwam ik veel op feestjes. En toen ben ik gecharmeerd geraakt van in ieder geval de muziek en ook het mixen later. Dus in 1998 draai ik daar was gekocht. Dat was echt een vinyltijd. Dus met vinyl begonnen. En echt veel binnen gezeten om te oefenen. En na een maand of zes of zo een eerste optreden gehad. En al die jaren heel veel blijven draaien, ook in andere steden. Rotterdam, Nou en Wauw bijvoorbeeld, wel eens mogen draaien. Ik heb veel in de winkel van Cirkel in Utrecht, onder Club Risk, ook heel veel mogen draaien. Dat was ook echt altijd een eer, want er stonden altijd best wel leuke namen als Benny Rodriguez en Eric E. en Dimitri en Marcello. Dus leuk kennis meegemaakt in die tijd. Ook nog wel een tijdje een beetje een pauze gehad. Hè? Een beetje nog verder studeren, communicatie bachelor gehaald. En nu een gezinnetje met een zoon die bijna 9 is. Dus al met al, het laat je niet los. Dus ik ben altijd wel blijven draaien met wat pauzes hier en daar. En enigszins wel een beetje teleurgesteld dat het vinyl er een beetje uitging in de scene. Dat je dus over ging stappen naar eerst CD's mixen en dan Ja. digitale tracks. En ja, je gaat met de tijd mee, je komt wel eens op een optreden en dan is er geen mogelijkheid tot het mixen van vinyl. Dus zodoende ook wel die richting ingeduwd. Wat achteraf ook goed is, want daar komen we straks nog op. Er zijn sommige tracks zijn niet op vinyl te verkrijgen en andersom op digitaal ook niet, dat je alleen het op vinyl kan verkrijgen. Maar het vinyl heeft me nooit meer losgelaten. Dus op de optredens waar ik optreed, waar het kan, dan probeer ik het in ieder geval of beide of een van de twee. Maar als het kan, altijd vinyl meenemen. Een klein tasje heb ik dan bij me. Ja. Ja, en waar kunnen de geïnteresseerden je vinden in het Amsterdamse op dit moment? Cobalt, daar was ik afgelopen vrijdag nog. Dat is eigenlijk een residentie Schuim, heb ik heel veel gedraaid. Die zijn zelf nu weer even aan het herinrichten met de muziekinstallatie. Dus die hebben even een pauze op de DJ-knop. Maar Schuim, Café Diep word ik heel veel gevraagd. En de laatste tijd heel vaak in Kaap Amsterdam. Dat is Centrum Oost. Dat is een hele leuke gelegenheid. Het is eigenlijk een restaurant, een strandtent, een club. Het is hartstikke leuk ook dat daar heel veel feesten worden gegeven met Amsterdam Dance Event, onder andere Isis en Dimitri. Of in de zomer zijn heel veel feesten. Ja, dus voorlopig heel veel te doen voor mij. En ik ben hartstikke blij met waar ik allemaal te gast mag zijn. Maar dat zijn wel de gelegenheden waar ik vaak terugkom. Kashmir Lounge is er eentje. En ik heb een radioshow op DHC.fm, de Dutch House Collective, waar ik jou natuurlijk van ken, Arnoud. Daar heb ik om de donderdag een show. En daar doen we die avond dan Tech House Techno onder de naam Trinity Chronic. En ja, waar sta ik nog bekend om? Ik had nog wat opgeschreven. Ik heb ooit Giorgio Schultz mij laten vertellen dat ik een DJ ben die mixt met ballen. Dus ja, veel energie, veel power in de mix. Dus wel Ja. leuk om te horen als je dat. Dus dat Nou, is. die opmerking die kan ik wel beamen, ja. Mijn eerste kennismaking met jou op ADE was ook van, oh, die geeft lekker gas. En superleuk. En ja, je bent er natuurlijk wel mee groot geworden, maar wanneer is de laatste keer dat je eigenlijk een vinyl setje hebt gedraaid? Vrijdag, ja. Oh. In Café Cobalt, daar hebben ze in het zomerseizoen even iets minder, maar daar hebben ze op vrijdag een vinyl-only avond. En daar ben ik dan te gast, meestal één keer in de maand, zoals dat uitkomt. En daar heb ik splinternieuwe vinyl die ik had gekocht bij dex.de. Dat is toch wel leuk om te vermelden, want dat is een hele goede shop, vind ik, qua aanbod en qua snelheid van levering uit Duitsland. Dus ook een hele, het is van 9 tot 2. Volgens mij mocht ik zelfs nog een uurtje langer door, tot 3. Ja, hele Zo. gezellige avond. Met alleen vinyl gedraaid. Zo, Ja, dat is een flinke heerlijk. set inderdaad. Ja. En
als je nou zo terugkijkt, hè, is er dan een plaat die echt bovenaan staat als je zegt, ja, dit is echt de all-time favoriete dansplaat op vinyl? Ja. Ja, dat is eigenlijk altijd lastig, want als je zo lang al vinyl aanschaft en daarmee draait, dan zijn er wel meerdere te noemen. Ik ga er wel eentje noemen op vinyl. Die versie is, zie je digitaal volgens mij niet overal meteen terug, maar misschien heb ik niet goed gekeken. Dat is toch wel JD Plastic Dreams, als we het hebben over een dansplaat. Ik weet niet of je meer suggesties wilt, maar dit is voor mij eentje die zit altijd in mijn tas. Ja, en die iconische plaat. Ja. Ja. Zeker, ook al 5 keer nummer 1 in de House Top 1000. Dus die kan je wel bij je hebben. Ja. En dat is dan meer vooruitkijken. Maar heb je nou ook nog een plaat die je zegt, ja, die gaat er echt nog een keer komen op vinyl? Ja, zeker. En dat is Who Run Things van Shan. En Shan die werkt samen met Gert Jansson. En ik heb op, soms in het weekend zetten wij wel eens een mooie set op van een DJ. En dan hebben we Gert Jansen, die heeft een Boiler Room set, Sugar Mountain 2018 DJ set gedraaid. Een overdag festivaletje. En daar kwam die voorbij en toen ben ik op zoek gegaan en toen dacht ik heb hem. Oh nee, was die weer uitverkocht. Ik denk dat er gewoon te weinig van zijn gedrukt. En zelfs digitaal is hij niet te krijgen. Dus Who Run Things van Shan. En het label is Running Back. Ja, waarom kan ik die nergens krijgen? Ik ben wel eens in de gelegenheid geweest om met een kabeltje op mijn iPhone toch via YouTube hem dan in de mix te gooien. Al is het geluid dan niet top. Maar dat vind ik een heerlijke plaat. Dus die mag nog wel in mijn collectie. Nou, ik ga met je meezoeken. Oh, super. En 19 tot 21 oktober alweer de derde editie van de ADE Random Vinyl Marathon. En er zijn er niet zoveel, maar er zijn een aantal DJ's die ook al voor de derde keer aanwezig zijn. En daar ben jij er één van. Ja, superleuk Arnoud. Echt hartstikke bedankt. Ja, ik ben super enthousiast toen ik het voor het eerst voorbij zag komen. En toen was het de eerste keer natuurlijk in coronatijd in het W Hotel. Nou, dat zat zo strak in elkaar. Je hebt daar zo hard voor gewerkt. Het was zo'n mooie sfeer met al die DJ's. Ondanks de beperkingen die we hadden, hebben we echt genoten in het hotel tijdens alle sets. Het was echt mooi om te zien hoe jij daar tussen de dutjes door alles supergoed had verzorgd. En het was echt een hele fijne editie. En de tweede editie bij DHC hè, in Leinden, in de studio van de House Collective. En daar mochten we al iets meer. Het was ook nog een beetje coronatijd. Maar ja, de sfeer, de mensen die je samenbrengt en hoe het strak in elkaar zit tot op de minuut. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik daar een bijdrage aan mocht leveren. En nu weer. Super, bedankt. Nou, super lief, dank voor het compliment. Maar eigenlijk zijn wij dankbaar dat je er weer bij bent. Maar stel, je hebt het gemist de afgelopen 2 keer. Wat kunnen mensen verwachten van een set van DJ Rossa tijdens ADE? Ja, ik leef altijd wel een beetje in het gevoel van het moment. En ik ben toch wel een publieksdraaier. Dus in coronatijd vond ik het altijd lastig om, als er dan minder publiek is, om daarop in te spelen. Dus dan val je een beetje terug op een voorbereide set. Ik heb de andere 2 edities heb ik best wel wat steviger gedraaid. Het zou zomaar kunnen dat ik nu iets meer groovy funky ga. Ik weet nog niet of ik richting Tech House ga. Ik ben nog in de voorbereiding, Arnoud. Dus het kan nog wel eens verrassend worden. Nou, we kijken er met veel enthousiasme en spanning tegemoet. Woensdag 19 oktober om 6 uur DJ Rossa tijdens de ADE Random Vinyl Marathon, de derde editie. Dankjewel en we zien elkaar dan. Hartstikke leuk. Dankjewel, tot dan. Succes.